Yo mensen, welkom bij een gloednieuwe video. Ja, vandaag ga ik weer een wedstrijdje doen. En dat is FC Bayern tegen FC Barcelona dus. En ik heb deze keer commentaar zoals jullie kunnen horen. Ik hoop dat het geluid een beetje goed is, dus ja, dit is eigenlijk een soort van test. Of het geluid goed is. Ik hoop van wel, en anders dan regel ik dat de volgende video wel. Dus ja, nu horen jullie nog achtergrondmuziek van FIFA, maar straks als we in de wedstrijd gaan, dan is dat als het goed is weg. Wacht, even kijken hoor. Oh, je kan commentaar ook ietsjes achter zetten en de omroeper en zo. Stemmenspelers, ik zet alles even zachter. Publiek, muziek, zet ik een stukje zachter. Oké, ja, zo staat het wel goed vind ik. En nu ga ik dan even van ons team. Ja. Wat ken ik nog van? Ja, ik zet Robben voor één keertje er wel in. Dus. Ja, Robben is wel snel, dus ik zet hem gewoon daar. Ik vind hem niet al te goed meer. Ja, ik vond hem vroeger beter, maar... Ja, hij wordt ook ouder, hè. Dus. Even kijken of de instellingen goed zijn. 4 minuten doe ik. Ik speel op semi-prof ga ik een keertje. Ik heb wel gemerkt dat semi-prof aardig lastig is, dus. Ik denk wel dat we kunnen winnen, hoor, maar. Oké, oefening. Oh, hij lagt een beetje. Kan gebeuren. Oh, we kunnen beginnen. Nou, daar gaan we dan. Dus ja, ik hoop dat mijn geluid een beetje goed is van mijn commentaar. Dus je hoort ook, hoe heet die, Jury Mulder en even Ten Apel op de achtergrond. Maar ja, dat regel ik de volgende video wel. Ja, ik kon het ook gewoon uitzetten, maar ik vind het denk ik gewoon leuker met de commentators. Deze trainer heeft gekozen voor een 4-3-3 systeem. Oh shit. Nee, op zich niet. Kijk, het is een systeem. Hiervoor? Ja, om aan. Nee, gewoon eentje. Ik ben vooral benieuwd naar de buitenspelers. Kijk, pak de bal. Of zij hun man voorbij kunnen komen. Kijk, mooi aan naar mij. Pas naar hem. En hier zien we de beginopstelling. Ja, mooie diepe bal. Oh. Oh shit, wat doe ik? Hij viel echt heel random op de grond. Dus ja, het leek me al een keertje leuk om FC Bayern tegen Barcelona te doen. Ik had aan mijn vader gevraagd welke teams ik moest doen en toen zei hij dit. Dus ik dacht, het lijkt me wel grappig. Om dat dan te doen. En kom op, Ribéry. Ik kan Ribéry eigenlijk beter wisselen, maar ja, ik laat hem er nu wel even in staan. Tja, nu staat hij er toch al in. Tja, ik hoop dat ik neem de geluid nu op met mijn headset. Ja, ik neem het niet op met mijn headset, maar ik heb gewoon mijn headset op. Dus ik hoop dat het een beetje goed geluid is en anders dan, ja, dan zie ik wel. Dan is het de volgende keer sowieso gefixt. Ja, dit is eigenlijk een soort van gewoon test. Want ja, iemand liet de vorige video, de vorige keer liet hij comment achter van dat ik commentaar erbij moest doen. Dat hij dat leuker vond, dus. Oh shit, ik heb een tegengoal. Ja, ik was even wat aan het uitleggen, FIFA. Kom op. Ik kan me niet goed concentreren. Tja, nu gaan we even proberen te scoren. Maakt op zich niet zoveel uit eigenlijk. Ik denk dat we nog wel kunnen winnen, dus. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over. Ah shit, dat had ik niet moeten doen. Oei, inworp weggegeven op een gevaarlijke plek. Inworp en... Oh, gaat nog goed. Rustig. En... Oh, binnenkant paal eruit. Oh shit. Schiet. Ah, kut. Corner. Buitenspel? What the fuck? Oké, we moeten het er maar mee doen. Kom op. Pak die bal. Ze gaan echt zo irritant overspelen. Dat is echt vreselijk irritant. Oké, rennen. Lewandowski, geef. Diep. Ja, oké. Kom op, Robben. Oké, ik schiet maar gewoon. Ik wist dat het niet echt verstandig was om te schieten, maar ik deed maar gewoon. Voor de lol. Robben heeft hem. Ah, kut. Oké, het gaat niet echt heel lekker tot nu toe, maar... Ja, het gaat wel nog. Komt wel, denk ik, in de wedstrijd.
We zijn pas in de 31ste minuut dus. Kijk, kom op. Ze zoeken telkens de vrije man zodat er ruimte ontstaat. Ja, oké. Nee, nee, kom op. Ik heb expres voor Bayern gekozen omdat het ik vind dat dat de ietsje slechtere club is. Ja, dus. Hij heeft de bal te pakken. Voorzet is onschadelijk gemaakt. Vandaar, ik wou niet per se. De meeste kiezen altijd dan voor Barcelona, maar ik dacht gewoon dat ik voor de lol een keer Bayern ga zijn. Wint hij glansrijk. Goed en, oh. Oké, afkappen. Kom op, schiet. Nee, die keeper, jongen. Bij mij is hij nooit zo goed als ik Barcelona ben. Is die keeper echt slecht? Okay, kom op. Nee, fuck. Kom op, ik weet dat we nog kunnen winnen. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. Jordi Alba. Jordi Alba. Ja. Nou, kom op. Ik zou ook af en toe even stil zijn, want dan ben ik me een beetje aan het concentreren. Oh shit, lekker keep. Er komt de corner aan, een kans om de voorsprong verder uit te bouwen. Wat, heb ik geen Neuer op doel? Jawel toch? Ja, volgens mij heb ik Neuer op doel. Ja, ik heb Neuer. De eerste helft is gespeeld en de stand is... Dus, oké, we staan 1-0 achter, maar ik weet zeker dat we nog wel kunnen winnen, dus... Let's go naar de tweede helft. De tweede helft is van start gegaan. Oké. Trouwens, waarom ik de wedstrijden maar... per helft 4 minuten laat duren... is omdat ik niet langer de 15 minuten kan recorden via de PlayStation, dus... Ja, kan wel, alleen dan wordt het nog slechtere kwaliteit, dus ik laat het maar gewoon even zo staan. Kom op, diep. Ja, gaan. Nee, oh. Ja, oké. Gaan nog goed. Schiet. Ja, goal, nice. Oké, het was niet echt een hele mooie goal. Maar we hebben gescoord, daar gaat het om. Dus lekker. Oh, dat was even mijn microfoon. Zo. We hebben gescoord. Dus staat weer gelijk. Laat trouwens even in de comments achter of dit een beetje goede kwaliteit geluid is. Ik hoop van wel. En anders dan doe ik de volgende keer even proberen met mijn oortjes of zo. Want die heb ik nog niet getest qua geluid. Maar ja, ik hoop dat dit gewoon al goed is. Oké, kom op. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Moet je dat zien? Nee joh. Hoe kunnen verdedigers sneller zijn dan hem? Echt. Ook al heeft hij de bal. Kom op man. Zo'n verdediger heeft 50 pace of zo. De ruimte is klein, dus spelen ze de bal geduldig rond. Oeh, jammer. De keeper redt op fenomenale wijze. Dat zag er gevaarlijk uit, maar de doelman redt uitstekend. Hij durfde hem blijkbaar niet te vangen. Het schiet. Oh ja! Eigen doelpunt van de keeper. Hij kwam nog tegen de... Oké, ik vond het wel een mooi doelpunt. Daar moeten we voor debben. Oh nee, te laat. Shit, ik was te laat. Oh jammer, man. Ik wil hem nog een keer zien. Kijk, tegen de keeper zijn hoofd. Ah joh, ik vond hem wel mooi. We staan weer voor. 2-1. Mooi. Ik wist dat we nog voor kunnen komen. Konden komen. Oké, kom op. Nu moet het wel een beetje zo houden natuurlijk, want je moet het niet weer uit de handen geven. De bal gaat rustig. Ze wachten op een opening. Oké, kom op. De bal wordt nu goed pakken. Nee. Wat een kutschot. Daar kan Noyer wel tegen hoor, die houdt ze maar gemak. Nou, sommigen niet, maar zo'n kutschot wel. Links, ja, oké, kom op. Kom op, Ribéry. Oh shit. Even terug, even daarheen en schiet. Nee, schiet! Oh nee! Wat gebeurt daar nou weer dan? Wow, die keeper gooit echt raar uit. Oké, kom op. Ja, goed. Kijk, gaan we. Kappen, ja. Schiet. Oh, wat een kutschot, zeg.
Evert zegt die bal komt niet eens in de buurt van doen. Nou, ik zag het ja. Dat was best wel een kutschot. Maar ja. Kom op. Oh shit. Nee, nee, nee. Tegenhouden. Next. Nee. Wat was dit nou weer voor goal, man? Neuer, kom op. Wat was dit nou weer voor goal? Het slaat nergens op. Messi, what the fuck? Echt deze goals. Een rare wedstrijd is dit, zeg. Schiet! Oh, wauw. Ribéry zeker, ja. Die wordt ook minder, vind ik, hoor. Ik heb Robben en Ribéry erin staan. Die worden allebei minder, vind ik. Dus eigenlijk moet ik ze even wisselen. Maar ja, nu heb ik niet zo heel veel nut meer in de laatste minuten. Kom op, Robben. Ah, jammer. Inworp voor Bayern München. Daar is niks tegen in te brengen. Ribéry. Wat een mooi steekpaasje. Nee, ook corner. Mooi. Nog 2 minuten te gaan. Kom op. In de reguliere speeltijd. Oké, hou binnen, hou binnen, hou binnen, hou binnen, hou binnen. Oei. Nee, hij houdt hem niet binnen. Oh, uitgooien van Hans. Of ingooien. Nee, kom op, ik hoef geen verlenging. Als het 1-1 blijft, of 2-2 blijft, dan ga ik denk gewoon de video beëindigen. Dan is het maar gelijk spel geworden. Want zoals ik al zei, ik kan niet langer dan 15 minuten. En ja, als ik nu nog... ja, het wordt gewoon 2-2. Dus ik vond het wel een mooie wedstrijd. Ja, er is jammer genoeg geen winnaar uitgekomen. Maar ik vond het wel een leuke wedstrijd. Ik weet nog niet welke teams ik de volgende keer ga doen. Maar ja, ik ga gewoon eindigen met gelijkspel. Dus mensen, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Vonden jullie het leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Laat even in de comments achter welke teams ik de volgende keer moet doen. En abonneer natuurlijk op mijn kanaal voor meer video's. En dan zie ik jullie weer later.